mensen, top jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag met een nieuwe video. En het is vandaag een video met facecam. Facecam. In ieder geval, ik ga het vandaag hebben over twee dingen. Het is heel simpel, het is heel makkelijk en het is een video. Ja, daar gaat het me eigenlijk niet om, het gaan we om vertellen. Eerste ding is, het is vandaag, is het 15 april. Dat is dus vrijdag. Als je de video kijkt, de dag dat die geüpload is, dus hier beneden. Ja. Dan zie je dus de datum dat die is geüpload. Ja, dat staat erbij toch? Ja, dat staat erbij. Ja, dat staat erbij. Dus dan zie je jullie begrijpen me. Oké. Jullie begrijpen me. In ieder geval, als je de video kijkt, de dag dat die geüpload is het voor jou 15 april 2016. Maar morgen is voor mij een veel leuker dag. En ja, misschien voor jullie ook. Ik weet niet of jullie dat wat vinden. Maar ik ben morgen jarig. En dat is op zich best wel een dingetje, want 16 april, dat is mijn verjaardag. Dat is eigenlijk al 16 jaar lang mijn verjaardag. Want ik word 16. Nou, dat is best logisch als je dan 16 jaar wordt. Ja? Klinkt logisch, dus dat is logisch. In ieder geval, ik heb nog een dingetje. En dat is, jullie hebben zoiets van, what the fuck, dit boeit ons geen ene fuck. Dat mag. Skip dan door naar verder in deze video. Gewoon een beetje. Een beetje verder naar de video. En dan komt het helemaal goed. Helemaal toppie. In ieder geval, ik heb nog een dingetje. En dat is misschien voor jullie ook misschien helemaal niet. Misschien ook wel, maar dat maakt niet uit. Dat is namelijk het volgende. En dat is, als je kijkt, het is nu dus 15 april. Als je de dag kijkt, de video kijkt, de dag. Jullie begrijpen mij. Op de dag van de upload van deze video, daar gaan we het voor worden. Is het 15 april. En exact 7 dagen terug van deze video, was het dus vorige week vrijdag. Dat begrijpen jullie, ja, Zover duidelijk. Kijk, dat is toppie. Maar dat was ook een leuke dag. Want vorige week vrijdag was het 2 jaar bestaan. 2 jaar bestaan van mijn kanaal Rodney Games. Dat vind ik super vet. En holy shit, ik doe al 2 jaar doe ik aan YouTube. Dat is echt een gekkigheid. Ja, cassette ben ik er wel op vooruit gaan. Maar ja, op achtergrond? Nee, niet echt. Dit is nog steeds een troep. Maar dat komt goed, dat komt goed. En dan weet je dat jullie denken, waarom vertellen we dit? Waarom vertel ik dit? Dat vind ik gewoon leuk om te melden. En waarom vertel ik dit niet? Waarom vertel ik dit niet op de dag zelf? Als ik op vrijdag upload. En ik heb op vrijdag een video. En het is op vrijdag. Grote handen. Waarom vertel ik dat er niet op vrijdag? Dat is dus heel simpel. Dat is heel simpel. Ga ik je uitleggen. Omdat ik ervan overtuigd was dat het later was. Dus dat was op 8 april. Ja, 8 april was dus 2 jaar bestaan. Ik dacht 12 april zou ik natuurlijk maken er een video over. Maar nee, dat was de dag zelf, dat was een beetje jammer. Kans verspeeld. Jammer, dat doe ik bij 3 jaar, misschien vergeet ik het dan niet, weet je. Ik ben ook een mens. Right? In ieder geval, weet je, dat is een ding. En wat weet je, ik heb niet alleen maar shit te vertellen. Dat is allemaal maar een beetje een detail. Maar ik heb nogal iets cools en dan ga ik even overschakelen. Eigenlijk overschakelen naar mijn PlayStation. Die staat hier beneden, ik heb hier mijn controller liggen. Hoppatee. Die ga ik dan overschakelen. En dan ga ik even een fragment laten zien van wat ik eigenlijk al eerder gemaakt heb. Wat ik ook heb ingesproken. Alleen dat mijn audio is gewoon verneukt. Dus ik heb wel die gameplay. Maar niet het geluid. Dus dat spreek ik bij deze gewoon ter plekke in. Dus als je niet helemaal vindt kloppen, dan komt dat omdat ik het aan het inspreken ben. Helemaal toppie. Oh, en daar zijn we dan in Black Ops. De enige echte Black Ops. Even overgeschakeld naar mijn andere cameraatje. En naar mijn PlayStation. Helemaal top. Ik ga lekker wat cryptokeys openen. Want waarom ook niet? Dan moeten we even naar de black market toe. Want ik heb 127 crypto keys. Kijk het daar maar staan bovenin mijn scherm. 127 crypto keys. En die gaan we allemaal openen. Oh shit, wat is dat? Wat is het? Ik heb geen idee wat het is. Stel dat het limited time is. Dus het is bijzonder. Laten we er gewoon eentje openen. Laten we dat doen. Eentje openen en dan kijken wat erin zit. Spannend. Ik ben best wel benieuwd wat erin zit. Dus als mijn gameplay even opschiet. Kijk. En open. Kijk, eens even kijken. Wat zit erin? Wat zit er in deze gameplay? En een rare. En een common. En een legendary. Legendary vind ik zelf altijd wel cool. Ondanks dat ik er niet altijd iets aan heb. Want ik ben zelf meer van de camo's. En ik vind camo's altijd wel gaaf staan. Want als je een gave camo hebt, dan heb je toch iets heel cools. Om te showen en nog even een rare supply erop pakken en dan pakken we, die is wel gaaf. Kijk, de K44, dat gebruik ik veel, die Epic is ook cool, van de HVK30 camo. Ik gebruik zelf niet veel HVK, maar ik vind het wel een mooie camo. En de K44 is wel chill, want die gebruik ik zelf wel veel. En een legendary, die, waar is het van? Die linker gebruik ik niet, die middelste gebruik ik niet en die rechter eigenlijk, nee, die gebruik ik ook niet. Ik gebruik die wapens gewoon niet, sorry.
Ik ben van de korte afstand snelle schietwapens. Laten we er even een gewone openen. En hoppatee. Spannend, die is cool. Ja, die... Oh, die heb ik volgens mij al. En die... Oh, die rechts is wel chill. Dat is voor de Manowar. Ik gebruik zelf echt veel Manowar. Dat is echt... Ik ben laatst geprestiged. En daarom moet ik nog even de Manowar permanent unlocken. En dan ga ik dat gebruiken. Want ik gebruik de Manowar. Dat vind ik zo'n letter. Zo'n chill wapen. Oeh, die rechter is gaaf. Meteen aanzetten. Bam. Hartstikke mooi. Zo. Heel veel meer is niet. Toch? Nou, even kijken. Wat hebben we nog meer? Iets speciaals gekregen? Nee, hetzelfde. Is hetzelfde. Even kijken. Ja, kijk, daar staan ze. Deze, oh, daar zijn er maar 6 van. Of... Ja, daar zijn er maar 6. Oh, 7. Kijk, onder staat er ook nog eentje. Lol. Deze is op zich wel cool. En ik vind hem niet mooi passen bij mijn stijl. Maar ja. Heb ik nog die andere? En kijk, hier zijn er ook 7 van. Ik weet niet. Is het iets speciaals of zo? Ik vind deze wel cool. Hij is wel gaaf. Die ga ik houden. Ja, die vind ik cool. Ja, helemaal perfect. Ja, deze... Nee, het staat niet. Het staat niet. Ja, deze is beter. Deze is beter. Helemaal perfect. Zo. Ik vind het mooi. Ja. Oké. Nou, laten we even overschakelen. Hoppatee. Ik hoop in ieder geval dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie deze video's nogmaals tof vonden. En dan hoop ik echt dat jullie even voor mij willen abonneren. Ik heb ondertussen dus inderdaad al 2 jaar YouTube. En daar ben ik trots op. Ik ben trots op mijn kijkers. Dus jullie, voel je aangesproken. Shoutout naar jezelf. Klap even voor jezelf. Pak even het lekkerste erbij. En ja, ik ben echt... Ik vind het leuk. Weet je, je hoort vaak mensen zeggen... 200.000 abonnees en 100.000 abonnees in 2 jaar. Super tof. Maar ik ben ook blij met 200 abonnees. Ik ben ook gewoon tevreden. Het is gewoon easy. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe vast een blauwe duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving. En dan zeg ik... Bedankt voor het kijken. Laters. Dag en doei. Ciao.